Sinterklaasdrukte, topdrukte natuurlijk voor jullie ook hier bij Intertoys. Absoluut. Hoe druk is het geweest dit jaar? Ja, drukker dan ooit. Drukker dan vorig jaar. Ja, is het een goed jaar geweest? Ja, heel goed. Wat is zo'n beetje de topverkoop qua cadeautjes? Ja, dat is het mooie dit jaar. Het is heel divers. Dus het gaat echt van creatief tot spel tot jongenspeelgoed. Alles heeft wel een beetje een... het is niet één hype, zeg maar. Dus wat heel erg... Tot ziens. Wat heel erg in is Jellypeel. Jill is heel erg in. Knutselen met Jill. Tekenen met Jill. Dat is voor de meisjes. Dat is echt voor de meisjes. Dit is ook voor de meisjes. Ja, Pokémon is, dat is echt geen pijn op te trekken. Nog steeds Pokémon? Ja, dat is gigantisch. Dat praat je gewoon over pakjes, 250 pakjes per dag. Maar dat met is ruilkaart. Dat is het hele jaar, denk ik. Dat is wel het hele jaar, klopt. Ja, niet specifiek Sinterklaas. Ja. En van de gezelschapsspelen is dit heel toch erg ook spelletjes? Ja, ja, heel erg veel zelfs. Veel met de jeugd, veel actieve spelletjes ook. Dus ja. En dan zie ik jongens rondrijden op, wat zijn het? Dit soort... Dat zijn de Oxboards. Die zijn toch levensgevaarlijk? Ze zijn zeker levensgevaarlijk. Je mag ook alleen eigenlijk op eigen terrein mag je rijden. Dus hier in de winkel? Niet op de openbare. Hier in de winkel mag het? Ja, hier in de winkel mag het, ja. Maar die jongens die komen vandaag gewoon... Die lopen ook goed? Ja, nou ja, dit zijn dan de topmodellen. We hebben ook wat lager modellen in prijs, zeg maar. En die gaan iets harder op dit moment. Dit wordt echt weer meer een kerstcadeau, denk ik. Ja, want dat gaat er nu aankomen natuurlijk. Ja. Gaat de winkel helemaal verbouwd worden? Ja, de komende week. Dus we gaan nog even door. En dan gaan we helemaal naar de kerstsfeer. Ja, absoluut. Kerst is meer, ja, dat is niet echt voor de kinderen, hè? Of, Het is meer voor de familie. Anders. Eigenlijk een bredere doelgroep. Dus dat worden misschien meer spelletjes? Zo. Ja, de nadruk ligt met name op spellen. Daar staan die ook helemaal voorin, zeg maar nu. Veel Lego zie je dan ook. Dus zie je wel dat mensen gewoon bereid zijn om vaak een wat luxe product te zoeken. Dus wat kleinere schoencadeautjes enzovoort, ja, die heb je met de kerst niet. Dan is het ook minder hectisch. Ja. De drukte is dan veel meer verspreid, lijkt het wel. Waar worden meer cadeautjes verkocht? Voor de Sinterklaasviering of voor de kerstviering? Hoe liggen die verhoudingen momenteel? Sinterklaas zijn meerdere stuks, zeg maar. Maar wel wat lager in budget. En kerst zijn wat minder stuks, maar wat hoger in budget. Maar we zien echt dat gelukkig ook in de speelgoedmarkt de kerst goed gebruikt wordt, zeg maar, om kinderen ook gewoon goede cadeaus te geven. En niet alleen maar van die, van die hele snelle cadeautjes, zeg maar, zo noemen wij die dan. Met name zie je dan dus in de bouwwerken, knutselen, dat is ook heel erg in trek, en bordspelen. Ja.